Goedenavond. 1 op de 3 jongeren tussen de 18 en 25, nee, tussen 12 en 18 jaar. 12 en 18 jaar heeft nu al eens seks gehad. 10 jaar geleden was dat nog 1 op de 4 jongeren. Dat blijkt uit een onderzoek dat vandaag is gepresenteerd. Seks onder je 25ste. Wat zegt dat over de seksuele moraal van jongeren en het seksuele gedrag? Dat ga ik aan de jongeren zelf vragen in BNW. Na het programma van de man die ons allemaal voorlichtte met Turks fruit, Jan Wolkers. Graag tot straks. Toen ik een jaar of 7, 8 was, had je dat straatje van ons tegen het Schemer. Dat wemelde gewoon van de vleermuizen. En de jongens namen dan een kiezelsteen, een behoorlijke kiezelsteen, zo groot. Daar deden ze een zakdoek omheen, touwtje. En dan gooiden ze die omhoog en dan zag je die vleermuizen schoten erachteraan. En er gebeurde een keer iets heel afschuwelijks. Een vleermuis viel met die zakdoek en die keihard naar beneden op het gat. En die jongen pakte hem op en die werd zo in zijn vinger gebeten. En die raakte gewoon in paniek. Dus hij drukte, dat kopje wilde hij eraf halen, maar die tandjes zijn zo scherp. En hij drukte dat gewoon dood. En dat is afschuwelijk, natuurlijk. Dus wat wil dit zeggen? Nooit een vleermuis beetpakken. Kijk ernaar en dat is het beste. Dan word je niet gebeten. Dit is dan een grootoorvleermuis die zo geheimzinnig voor die volle maan vliegt. En je ziet het licht door zijn vlerkjes. Met zijn aderen en zo. Ze worden natuurlijk wel een beetje bedreigd, want er wordt tegenwoordig zo netjes gebouwd dat de beesten kunnen nergens meer terecht. He, die oude boerderijen en oude huizen, daar kunnen ze onder de dakpannen. Maar tegenwoordig is alles zo verschrikkelijk goed afgedekt dat er is geen plaats meer voor de vleermuis. Wacht even, is die zo? Ik pak hem zo vast. Ja, zo. Kun je hem vast doen? Ja, en dan hou ik zo zijn achterpootjes vast. Zo. Nee, andersom. Wacht eens even. Dus dat hij... Die... Ja. Kijk, bent u links of rechts? Ik ben rechts. Nou, dan moet u beter... Even kijken, laat eens kijken, waar zit zijn kopje? Ik hou hem zo dus... Oh ja, 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 ja. In mijn hand. Ja, 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 ja. Kunt u hem zo? Ja. Wacht even hoor, waar zijn pootjes zitten. Zijn pootjes vast, kan het even, is goed. Zo, ja. Vast nou, ja. Ja, kijk eens. Kijk eens, wat een lief beestje. Zie je wel? Leuk, hè? Dit is een ruige dwergvleermuis. En die heet zo, omdat hij zo harig is van boven. Als een versleten speelgoedbeestje. Uit mijn jeugd had ik van die kleine speelgoedbeertjes. En die waren op de duur helemaal versleten. En zo voelt het aan. Kijk, je ziet hier zijn vlerkjes zitten. Ik zal eens kijken of ik je dat kan laten zien. Nee, kijk, hij houdt ze stevig op elkaar. Kijk, hier zie je hoe mooi die vlerkjes, hoe je daar doorheen kunt kijken. Zie je wel? Hij heeft heel veel tandjes. Hij heeft gewoon, het is gewoon een, het is net een figuurzaagje wat hij in zijn bek heeft. Kijk maar. En dat neusje staat zo leuk op. Dat lijkt een beetje op de neus van Socrates. Zo'n neus die zo naar voren kwam. Volgens de beeldhouwwerken die van hem gemaakt zijn. Kijk eens wat een lief dier. Kijk, ziet zijn oortjes? Ja. Leuk, hè? Kijk, hij is een beetje nerveus. Dat komt, het zijn dagdieren.
En ze doet een winterslaap. En nu gaat hij voor het eerst uitvliegen. En dan leert hij weer de grote wereld kennen. Dan moet hij alles weer opnieuw gaan doen. En denkt, hoe zal het aflopen? Zal ik een aardig vriendinnetje vinden waar ik mee in het maanlicht kan zweven en zo? En lekker in een schoorsteen een nestje maken en de jongen hebben en dergelijke. Dus het is een hele stap. Huh? Het ziet er zo lief uit, hè? Ze zijn ook natuurlijk wel lief, maar als je nou zo'n beestje vindt, dan moet je maar even je ouders roepen en hem niet zelf gaan oppakken. Huh? Kijk eens, die vlerken. Kijk, zie je wel, hij wil echt weg. Het is lente voor hem, ja. Ja. En het is nu schemer. En dan gaat dit beestje, wat een hele winterslaap achter de rug heeft, gaat de vrijheid tegemoet. Ga maar, kleine vriend. Vlieg maar weg. Een gelukkige lente. Ik kan zowel het heideblauwtje zijn als ik. Maar ik denk dat dit het Icarusblauwtje is. En moet je kijken wat een prachtig blauw dat is. Ze zeggen wel meer blauw op straat, maar wij hebben hier een zee van blauw. Maar kijk, aan de buitenkant is het net een juweel, hè, met die pareltjes en zo. Kom eens mee, me, joh. Als er ooit een gat in de ozonlaag komt, dan heb ik hier genoeg blauwe vlindertjes om het weer te dichten, denk ik. Een poosje geleden waren de bomen hier, waar een beetje rottende vruchten aan hingen, hè? Kleine pruimenboompjes en zo en dergelijke, die zaten met een wolk van Atalanta's. Het was net of de boom omhoog zweefde soms, als ze allemaal op de wieken gingen. Dat was magnifiek. En dan zijn ze ineens vertrokken. Rupsen hebben geen haast. Want die weten, we worden toch op tijd een pop. Kijk eens, wat lief. Ze denken, was bij eten gebleven. Kijk eens, moest kijken. Dat zijn schijnogen. Die zijn om vijanden af te schrikken. Moet je kijken wat een lief kopje hij heeft. Maar vergis je niet, kijk eens. He? Zo aandoenlijk als ze eruit zien, zo vraatzuchtig zijn ze. Kijk, je ziet, moet je kijken wat een keutels die beesten maken. He? Die moeten heel snel heel veel eten. He? Om zo'n dikke pop te worden. Hoor, de kikker, die is met me eens, de kikker. Om de winter te doorstaan. He? Ik zal je eens even laten zien. Kijk, wat zo aardig is. We hebben die prachtige olifantrupsen gezien met die grote schijnogen. En die beestjes, kijk, die heb ik hier in vochtig blad. Anders drogen ze helemaal uit. En die zijn dus verpopt. Kijk.
kijk eens. Wat mooi, kijk eens. Moet je kijken. En ze bewegen nog. Avondrood. 'S Winters, dan komen de dagbouwogen. Die komen overal het atelier in, hier. En die gaan op een duister plekje zitten, waar het een beetje koel is. Huh? En ik zal je even laten zien hoe die beestjes bescherming zoeken in mijn atelier tegen de sneeuwstormen. Kijk, je ziet iedereen zitten. Kijk eens, hij ging even open. Kijk eens. Als ik nou 's Winters aan het schilderen ben en ik denk, welk rood moet ik gebruiken? Dan klappen ze even hun vleugels open en dan weet ik het weer. Het wonderbaarlijk is van dagbouwogen dat ze overwinteren, dat ze dus langer dan een jaar leven. De meeste vlinders verslijten gewoon. Dan zie je gewoon dat ze weg vaag worden. Weg verdwijnen in de natuur. En dan zie je ze op een gegeven moment, zie je ze helemaal vergaan, dood liggen. De hele zomer ben ik bezig, als ik hier aan het schilderen of aan het beeldhouwen ben, dan heb ik hier, kijk, een stok staan. Daar doe ik een blaadje omheen. Zo, zie je. En dan ga ik zo dus omhoog naar het vlindertje toe. En zodra je zo'n blad, zo'n lekker vers blad ruikt, dan gaat hij erop zitten. En dan ga ik heel voorzichtig zo met het tere beestje naar buiten. Hè? En dan fladdert hij weg. En dan kan ik weer doorgaan met mijn werk. Het mooie van vlinders is, het zijn vliegende schilderijen. Ze zeggen wel dat vlinders, dat die zomaar rondfladderen, maar die beesten hebben erg veel verstand van kleur. Moet je kijken, dan zijn ze zelf zo mooi kleurig. Kijk, moet je kijken hoe mooi dit karmijn is.